Bassie en Adriaan. Wie is er niet groot mee geworden? Ik in ieder geval wel. Talloze generaties groeiden op met de avonturenseries van De Clown en De Acrobaat. En nu, na 60 jaar in het artiestenvak, neemt het duo officieel afscheid. Dat doen ze hier in dit programma. En met een film die aanstaande zaterdag in première gaat. Bassie. Bassie! Kate en Koen en de speurtocht naar Bassie en Adriaan is een ouderwetse avonturenfilm. In die film worden De Clown en De Acrobaat ontvoerd. Het nieuwe duo Kate en Koen probeert ze op te sporen. De film is een eerbetoon en het definitieve afscheid van de meest succesvolle kinderhelden die Nederland ooit heeft voortgebracht. Wat ik echt heel gaaf vind is dat wij het officiële afscheidsinterview met Bassie en Adriaan mogen doen. Ik ga straks met Bassie naar Spanje, waar Adriaan woont. Maar we beginnen hier in Vlaardingen, waar Bas met zijn vrouw Kobi woont. In de beroemde caravan. Jongens, dit is toch alsof we onze jeugd binnenstappen. Ja, ja. Dit is gaaf. De echte auto en de echte caravan. Hey. Dag Bas. Hoog bezoek. Ja. Van de Vorst. Zeker. Met Robin. Hallo Peter van de Vorst. Wat leuk dat je er bent. Hij ja. Ken me echt inderdaad. Ja. Nou, daar boef je bij hoor. Als je kent, dan kan je alles met alle kanten met hem uit. Wie is nou die stem? De stem. Ja, mag ik dat geheim verklappen? Ja. Dat is mijn schoonzus. Wat geinig. Ja. En dat heeft zij altijd gedaan? Dat heeft ze altijd gedaan, ja. Bas van Toor. Ruim 25 jaar lang is hij samen met zijn broer Aad in de rol van Bassie en Adriaan gekropen. Hun avonturenseries worden nog altijd herhaald op 3 verschillende zenders. En sommige van hun uitspraken werden echte klassiekers. Allemaal nog eens. Wat is dat? Dat ga ik eens even van de binnenkant van mogen bekijken. Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. En vorig jaar nog werden ze ineens een wereldwijde hype toen hun titelsong gezongen werd door jongeren uit tientallen landen. I love Washington and Brandon Johnson, Tarant, yes. We komen erbij aan Bassie en Adriaan. Deze LP ja. Stamt uit 1980, 1981. Ik was toen 10 jaar oud. Jongen. En ik ben naar het circus geweest en ik heb toen deze handtekening van jou gekregen. Ja. Het was toen heel erg dringend om die handtekening van jou te krijgen. Want er stonden natuurlijk tientallen, honderden kinderen die precies hetzelfde willen. En jij werd er ook een beetje chagrijnig van. Dat was niet tegen de kinderen, maar meestal tegen de moeders. Die staan te gillen. Hé, Bartje, schiet je even op, schiet je even op. En je wil aan elk kind wil je aandacht besteden. Ja. En dan zitten ze te jagen. En dan heb ik zoals mevrouw, heeft u haast? Dan zeggen ze, ja, ik zeg, dan had je 10 jaar geleden moeten komen. Toen piste nog genoemd tegen een man. Ik kom binnen. En ik begrijp dat Kobi er ook is. Ja, ik heb nog een meisje binnen ook. Ja? Hi Kobi. Hallo. Hallo, leuk je te ontmoeten. Zullen we even gaan zitten? Hey, oh, Adriaan. Nee, oh, kijk nou. De caravan is eigenlijk een soort van mini-museum geworden. Vol herinneringen aan die tijd van toen. Hé, hey, die ken ik. Dit is de plaaggeest. Ja. Is dit het originele masker? Ja. Maar dit is ook de enige klooien die we gemaakt hebben met tv-series. Ja, dit was... Ik heb hier letterlijk nachtmerries van gehad. Ik was doodsbang voor de plaaggeest. Je moet altijd de goede en de slechte hebben. En wij hebben de verkeerde slechterik gekozen. Ja. Die heeft een heleboel kinderen... Dus komen nu nog volwassenen naar me toe die zeggen... Ik was dus dood van die plaaggeest. Nou, dat geldt voor mij dus ook. Maar dit is wel... Het masker wat hij heeft opgehaald. Het masker wat hij heeft opgehaald, ja. Oh. Ja, ruik hem maar aan. Hij ruikt er nog aan. Maar dit is... Draai je zo? Jij wordt niet eng. Ook niet door dat masker. Kijk, dat is lief van Kobi. Ze is al meer dan een halve eeuw samen met Bas. En vroeger deed ze ook mee aan de acrobatenact... waarmee de gebroeders van Toor over de wereld trokken. Bas draagt haar nog steeds op handen. Ik ken ze nou 55 jaar en ben nog smoor verliefd op haar. Dat is wederzijds. Daar ga ik niks aan veranderen. Kobi, dan gaan we zo afscheid van je nemen. Oh god, dat vind ik erg. Ja? Ja. Hoe vaak zijn jullie gescheiden van elkaar? Dit wordt de tweede keer. Ach nou, lieve Kobi, je wordt er emotioneel van. Wat is er schat? Niks. Pas goed op hem. Ik zal goed voor hem zorgen. Ja? Dan mag je meenemen. Ja. Ik krijg hem bij de mond. Op naar Spanje met de caravan. Ja. Oh, lekker. Olé, olé. Ja, Kobi. Nou, lekker zuk. En dan gaan we op weg naar de andere helft van het duo. Vandaag een historisch moment.
Samen met Bassie ben ik op weg naar Adriaan voor het officiële afscheidsinterview met het duo. Aad woont al jaren aan de Spaanse zuidkust. En de broers zien elkaar dan ook niet veel. Nou Bas, ja. 2 dagen in de auto gezeten. Ja. De caravan trok de heuvel niet. Nee. Hier is het. Ja, hier is het. Zou jij hier niet willen wonen? Nee. Nee? Ik ben er veel te veel voor. Ik heb het niet gekocht. Hé, hey, broertje! Dag Aad. Hier staat een gierig hoor, is deze. Oh, ja. Is deze ook. Die is er. Vul me de deur naar huis, kom binnen. Nee, je mag aan zijn mens doen, zou je sterven vallen. Welke? Even boeken zijn. Weet je wat het is? Ja. Kijk, dat zie je duidelijk. We zijn op elkaar gegroeid. Even zoen. Oh, kom binnen. Dag, mag ik ook een hand geven? Natuurlijk. Ja. Hoi. Dag, wat fijn dat we welkom zijn. Hallo. Ja, nee, ik vind jullie welkom, jongens. Vroeg net aan Bas hier voor de deur, zou jij hier niet willen wonen? En toen zei hij, nee. Nee, ik ben een te veel familiedier. Ja, maar, ja? Met nog andere dingen ook, ik zou het ook niet willen. Binnen ontmoeten we de vrouw van Aad, Ina. Zo. Alleen. Ja, dag, Ina. Ja, wel. Hallo. Hallo. Dag. Welkom. Ja, ik heb dus begrepen dat jij de stem van Robin bent. Ja, inderdaad. Je bent de knapste domme kloon van de hele wereld. Wel dom, niet slim. Bas en Aad zijn inmiddels 80 en 72 jaar oud. De laatste jaren waren ze voornamelijk in het nieuws door hun onderlinge ruzies en de ernstige ziekte van Aad. Je praat af en toe misschien niet onduidelijk, maar het is wel te horen dat je ziek bent geweest, hè? Ik ben genezen van kanker. Ja. Maar ik zal nooit genezen aan de behandeling van kanker. En ik heb dus een zware operatie achter de rug. En die zijn ze zoveel ingrijpend in mijn mond gegaan dat ze met mijn tong aan mijn kaak vastgemaakt. Ja. Dus ik heb een klein stukje tong. Mm-hmm. Dus het praten gaat een stukje moeilijker. En ik heb geen mondbodem. Dus dan nu moet ik slikken. Want ik kan met mijn mond vol kan ik niet bewaren. Dat loopt er anders weer uit. Ja. Dan begin je te kwijt. Dat is ook geen gezicht. Nee, maar je tong uitsteken gaat niet meer. Ja, verder kom ik niet. En nog steeds is met de R en de L. Ja. Dat is heel moeilijk. Uh-huh. Dus, en dan zeg je, ja, maar wanneer heb je dat nodig? Nou, probeer me eens boer lul te zeggen. Dat gaat niet. Dus. Hoe kreeg jij te horen, Bas, dat Aad kanker had? Maandagochtend belt hij om 9:30 op. Hij zegt, dit is fout de boel. Nou ja, toen kon je de vloeken van mij tegen de muur horen bonzen. Maar ja, dan donderel je weer het in elkaar. En dan probeer je hem op te peppen. En dat had ik niet moeten doen. Nee, op te peppen. Ik zeg van jongens, ik ben nooit bang geweest. Maar nu, ik zit erin. Ik heb te horen gekregen hoe geopereerd moet worden. Ze gaan het hier openmaken. Dan hier, dan gaan ze dit allemaal weghalen. Ik zeg, de operatie kan wel meer dan 12 uur gaan duren. Ik zeg, ik ben bang. En hij zegt tegen me, joh, er is niks aan de hand. Ja, dat waren twee werelden die gingen botsen. Nee, maar dit is eigenlijk de ruzie waar iedereen het altijd over heeft. Dan krijg je het trieste. Dat, ik ga weg, ik kom thuis. En ik was helemaal vergeten. Ik had een afspraak met de journalisten. Mm-hmm. Van het AD. Ik moet zeggen, een heel sympathiek meisje. En zo vragen. Ze zei, je krijgt natuurlijk ook veel steun van je broer. Ze zei, dat valt ook wel mee. Ik heb net het boeien met me gehad erover. Maar vanaf dat moment is iedereen blijven denken eigenlijk, iedereen, dat jullie nog steeds ruzie hebben. Ja, maar hij zat in zo'n desperabele toestand. Ik denk bij mij, nou kan ik één ding doen. Alles gaan zeggen van zo en zo en zo. Dan heeft hij nog meer ongein. Dus ik denk, nou gooit die hem er stront maar over mee, laat maar gaan. Als wij ruzie hebben, is dat geen nieuws. Als we geen ruzie hebben, dat is nieuws. Ja, maar jullie zijn wel twee uitgesproken types. Het hart of het zeg worden, ja. Ja. Mag, ja. Wij hebben zogenaamd een bijzonder gevoel voor tumor. En die humor hebben ze ook hard nodig gehad in hun leven om zich staande te houden. In de Tweede Wereldoorlog brandde hun ouderlijk huis af. En kort na de oorlog overleed hun vader die in Duitsland te werk was gesteld. Door de armoede in hun jeugd moesten ze al vroeg hard aan de slag. Bas trad eerst alleen op als acrobaat en al snel haalde hij Aad erbij. Ze noemden zich de Crocsons en creëerden een bloedstollende stoelenact waarmee ze wereldberoemd werden. Maar als ik nu vraag een paar flessen en een stoel op elkaar zetten, dat... Eruit met die vent! Ja. Absoluut. Echt? Hier zie je die stoeltjes van de Crocsons. Ja, ja. In de nadagen van hun acrobatenbestaan worden ze gevraagd om voor de beroemde Pipo de Clown een circusact te schrijven, waarin ze zelf meespelen. Het clownspak past Bassie goed en het nieuwe duo Bassie en Adriaan is geboren. Dat zijn de beste vrienden die je maar kan vinden. Adriaan is acrobaat! Nee, Adriaan was acrobaat.
En elke ochtend als je ze bent, dan komt er niet aan herinneren. 1, 2, 3 is onder stress. Een mobiel, ja, dit is een fles. Kijk links, kijk rechts en nog een keer als je oversteken moet. Door de avonturen en liedjes van Bassie en Adriaan maken de kinderen in Nederland kennis met andere talen en culturen. Wat was het succes van Bassie en Adriaan? Ik heb al gezegd, als je kinderen behandelt als volwassen, ja, heb je geen kind aan ze. Ja, dat is wel zo. Ons publiek heel serieus genomen. Ja. En niet zeggen, ah, het is maar voor kinderen. Nee, juist als voor kinderen iets maken. Mm-hmm. En dan iets maken waar kind geïnteresseerd in is. En ik heb altijd geprobeerd iets leerzaams mee te geven. Maar ik heb absoluut nooit het predicaat educatief willen hebben. Maar dat was het eigenlijk wel. Van, nee. Kijk, links en rechts. Ja, en dat wel. Stress, je leert talen, ja, je leert uitkijken. Dat is helemaal de opzet niet. Maar dat vind ik zo'n kakuneuze naam die eraan gegeven wordt. Echt. Wees een educatief, want wij zeggen, kijk links en rechts. Zo, Dimitri. Ook de andere karakters uit de serie worden begrippen op zich. Zoals Vlugge Jaapie, B1 en B2. En natuurlijk de baron. Moet zeggen, Thomas. Thomas. En daar is Thomas. De baron, beroemd karakter in de serie natuurlijk. Drommels, drommels, drommels. Jij was de eerste, hè? Ja. Dus maar de baron is uiteindelijk gespeeld door Paul van Gorkum. Hebben we het later gaan doen? Wij hebben hem gebeld om wat leuks voor jullie in te spreken. Maar toen zei hij... Ja. Nou, laat maar even zitten. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want er loopt al een jarenlang slepende rechtszaak. Ja, dat is 10 jaar. Wat is er aan de hand? Toen ik ziek werd, heb ik van niemand wat gehoord. Nou, is dat op dat moment het ergste punt niet? Want dan heb je al andere dingen in je hoofd. En na een jaartje of twee kom ineens Paul van Gorkum bij me langs. Ik zeg, wat verschaft mij dit? Ja, zegt, ik was in de buurt, ik kom, ga eventjes voorbij. Ik zeg, nou, leuk dat je een keertje komt. Ik zeg, mijn kopie wil niet meer. Oh, vervelend en dit en dat. Als ik ergens mee kan helpen, hoor ik het. En ik heb 3 weken later een brief van de advocaat van hem liggen. Van, naar mijn mening heb ik toch recht op dit. En dan komen een stelletje claims aanzetten. Ja, jongen, we hebben afspraken, we hebben contracten. Nou, dat is een slepende ding geworden. Die tot nu toe nog steeds draait met de uitwerking ervan. Ja. En van de week hadden we weer een stel brief van de advocaat. En dat ging over 34 centen. We praten dus over, zoals ik het nu uitgerekend heb, komt het uit op ongeveer een bedrag van iets van 150 euro. Gerekend over 12 jaar, dus nog geen 1 euro per maand. En wij hebben inmiddels 60.000 euro betaald aan de advocaten. Dus, wil je het niet gewoon bijleggen? Hey, nooit meer. Nee. Kom nou. Het succes heeft dus ook een keerzijde voor de broers. Ook hun kinderen kregen daarmee te maken. Jullie zijn zelf ook vader. Ja. Hebben ook kinderen. Ja. En je bent het hele jaar op pad en zit tussen andere kinderen. Lijkt me ook vervelend dat je dan geen tijd aan je eigen kinderen kan besteden. Ik heb vroeger als vader, voor mijn oudste zoon, ben ik een perfecte vader gehad. Daar was ik altijd voor. Mm-hmm. Ik werkte s'avonds om 11 uur en s'nachts om 1 uur. Dus op de dag was ik de hele dag voor mijn kind was ik daar. Maar voor mijn tweede zoon, die is geboren toen ik Adriaan werd, de bekende Adriaan van televisie, ja, en ging ik met mijn zoon naar een petpark. Ik liep met 100 kinderen om me heen en ik had geen tijd voor mijn eigen zoon. Mm-hmm. En dan heb ik regelmatig mijn excuses aangeboden van jongens, sorry, ja, maar dit is het leven van papa. Ik heb wel meegemaakt in de Efteling, vorig jaar, loop ik met mijn kleinkind en gelijk allemaal om me heen. En toen zei ik, moet je goed luisteren. Jullie hebben het leven van mijn kinderen verpest, maar mijn kleinkinderen krijgen niet de kans. Ik doe het niet. Toedeloe. Maar vind je echt dat het publiek het leven van jouw kinderen verpest heeft? Ja, zeer zeker. Ja? Ja, het hoort erbij. Hebben de kinderen er iets van overgehouden? Nee, absoluut. Ja, nee. Het enige is dat ze totaal niks met het artiest te maken willen hebben. Door de ziekte van Aad moesten ze 12 jaar geleden hun afscheidstournee vroegtijdig staken. Voor een gevoel hebben ze daardoor nooit officieel afscheid kunnen nemen van het grote publiek. Kijk, ik had natuurlijk het afscheid dat ik me voorbereid. Maar niet op die manier. Nee. Nee, maar daarna is er maar 1 ding voor geweest wat voor mij belangrijk was. Blijven leven. Ja. En dat is gelukkig gebeurd. Ja. En dan hebben we nog eens een keertje de kans gehad om toch eens een keer samen voor de camera te staan. En dat gebeurt in de film Kate en Koen en de speurtocht naar Bassie en Adriaan, die zaterdag in première gaat. Kate en Koen raken totaal de weg kwijt. Kate is mijn nichtje. Kate en Koen, jawel. En die gaan precies doen wat ik van hen verwacht. Als er een Nobelprijs voor de misdaad was, dan won ik hem keer op keer. We hebben gezegd, we kunnen dus niet gaan rennen of wat dan ook. Nou, heb je een perfecte oplossing, we worden gevangen genomen.
We zitten. Ja. Ja, dus het was meteen weer goed, hè? Dus jullie zitten alleen maar? Ja. Bijna wel. Ja? Paste dat pak nog? Maar met heel veel overtuiging. Het pak van Adriaan hangt nu in zijn kantoortje. Dat is ingericht als een soort van museum. Dit is toch natuurlijk wel het originele kostuum, hè? Ja, dit is een van de vele kostuums die ik hierin had. Waar ik de laatste weken in heb gewerkt. Ja, ook in de film te zien? Nee, die is niet in de film. Deze niet, oké. Okay. Oh, dit is echt van de oude optredens? Dit is op de oude optredens. Ja? En het is wel zo dat dit kostuum kan ik nog steeds goed aan. Mag ik? Ik durf het bijna niet te vragen. Maar, zou je het willen aantrekken? Aantrekken? Ja. Nou. Dan kunnen we echt afscheid van Bassie en Adriaan hebben. Het is wel warm in zo'n kostuum. Ja. We gaan het doen. Oké. Okay. Oh, echt? Ja. Oh, cool. Oh. Ook Bas heeft zijn kostuum nog een keer aangetrokken. En dan is het echt zover. Het definitieve afscheid van het duo Bassie en Adriaan. Oh, wij drie. Ja, weet het. De deur is open. Ja. Hé? Oh. Nou, wacht even. Nee. Dan kom ik terug. Nee, de deur is voor je open. Je kan er zo uit. Oh, ik dacht dat ik mocht blijven. Nee. Ik heb gezegd, de deur staat altijd voor je open. Oh. Je kan zo naar buiten als je wil. Dus hij staat nu ook open. Hé, broertje, we gaan hier afscheid nemen. Ja. Hey, bedankt voor de 45 mooie jaren als clown en acrobaat. Heel graag gedaan. En bedankt voor de 7,5 jaar als acrobaat. En laten we nog heel lang gelukkig zijn met elkaar. Ja. Gewoon als privé. Lijkt me ook een leuk idee. Jongens, ik heb gewoon kippenvel hiervan, weet je dat? Meen je dat? Nou, dit is echt een heel bijzonder moment. Het is een bijzonder moment. Bassie en Adriaan voor het laatst samen als Bassie en Adriaan. Ja, als duo. Ja. Ik wil jullie ontzettend bedanken. Eigenlijk namens het hele Nederlandse volk volgens mij. En al die kinderen die al die jaren zoveel van jullie genoten hebben. We hebben heel veel plezier gedaan. Ja, dankjewel. Het was bijzonder om bij dit officiële afscheid aanwezig te mogen zijn. Je weet het, Lot. Wat er ook gebeurt. Altijd blijven lachen. Oké, nog veel lachen in het leven. Oké, hey, doei hè. Hoi. Hey, ik ga niet alleen hoor. Hey. Doei. Daar gaat hij. Ja. En jij hangt dit pak aan de wilgen. Dat pak gaat uit, ja. Doet dit nou wat met je? Ja, dat doet wel wat. Ik ga nu ook afscheid van je nemen. Maar niet voordat ik deze LP door jou heb laten tekenen. Want Bassie heeft hem in 1980 al gedaan. Daar komt hij dan. Dankjewel, Aad, voor deze handtekening. Dit betekent echt veel voor mij. Ja, dat klinkt misschien overdreven, maar het is serieus zo. Ik ben weer terug naar dat jongetje van 10, 11 wat ik toen was. En je ziet het. Ik ben ook helemaal niks veranderd. Ja, nee, geen spat. Het pak pas je nog. Ja. Oké. Okay. Peter. Ik ga snel Bassie inhalen, want die moet mee terug met de caravan. Oké. Okay. Dat is heel aangenaam. Tot ziens. Hoi. Hoi. Bas, wacht op mij. Moet ook mee. Tot volgende week.